Hoi iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Laila en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Namelijk een klassentour. En een klassentour is een tour door je kledingkast. Ik heb dit al een keer eerder gedaan, maar dat is al bijna 2 jaar geleden. Dus ik vond het weer tijd om een keer een nieuwe video erover te maken. In deze video laat ik jullie ook mijn favoriete kledingitems zien. Dus eigenlijk gewoon wat er in deze kast achter mij zit. Het is heel zwaar om door mijn knieën te bukken. Woeh! Doe natuurlijk alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer je beneden op mijn kanaal. Zou ik erg leuk vinden. En laten we beginnen met de rondleiding door mijn kledingkast. Als allereerst, mijn kledingkast is best wel groot zoals je ziet. Maar ik heb een best grote kledingkast en ik kan er super veel kleding in kwijt. Wat ik persoonlijk erg fijn vind, aangezien ik maar kleding blijf kopen. Alles past hierin en dat vind ik super fijn. Ik heb deze al een paar jaar en ik ben er super blij mee. We beginnen aan deze kant. Aan deze kant heb ik aan de bovenkant vooral schoenen staan. Het zijn schoenen voor mijn werk of schoenen voor het hardlopen of oude schoenen. Of die ik alleen aandoe met een festival bijvoorbeeld. Die ik niet zo vaak aandoe, dus die staan hierboven. En verder doe ik hier niet heel veel mee, behalve dat mijn schoenen er liggen. Onder de schoenen heb je de kleerhangers en deze kant van de kast vind ik toch wel iets leuker. Hier hangen superleuke kledingitems. Ik heb hier blouses hangen, ik heb hier spijkerjassen hangen en ik heb hier ook voetbalkleding hangen. En ik heb hier winterjassen hangen. Ook heb ik hier van die fanny packs. Ik heb een fanny pack van Daily Paper, een fanny pack van Jupiler en een fanny pack uit Bolivia. En ik laat nu even mijn favoriete kledingitems zien uit dit rek. Even kijken. Sowieso mijn favoriete kledingitem is een spijkerjas. En dan vooral de blauwe spijkerjas. Deze heb ik ooit bij de H&M gekocht. En het is volgens mij een maatje L of zo. Maar een spijkerjas vind ik gewoon zo tof. Omdat het zo'n leuk effect geeft aan je outfit. En ik draag eigenlijk heel de lente en zomer door deze spijkerjas of een zwarte. Ik hoef eigenlijk ook helemaal geen zomerjas aangezien ik toch altijd een spijkerjas draag. En dit is echt een superleuk spijkerjasje. Ik heb hem denk ik nu al 1 jaar of 2. En ik draag hem nog steeds. En ja, dit maakt je outfit gewoon altijd beter. Ja, deze ga ik echt nooit weggooien. Dit is sowieso een van mijn favoriete kledingitems. En het volgende item wat ik hier uit de kast heb getrokken is dit blouseje. En dit blouseje heb ik deze maand pas gekocht. Dus jullie zullen deze ook zien in de komende april shoplog. Daarom ga ik nog niet alles ervan zeggen waar ik hem gekocht heb, et cetera. En in die video zul je zien hoe die mij staat. Maar dit is echt een superleuk blouseje. Hij is wit met van die bruine puntjes erop. En dit is een blouseje die je eigenlijk in de winter aan kan doen. In de herfst, in de lente en in de zomer. Dus dit is echt superleuk. En dan mijn laatste favoriete item uit dit gedeelte is dit jasje. En dit jasje hebben jullie vast ook al wel een keer voorbij zien komen. Het is een rood jasje. En deze is van de Bershka. Het is echt een superleuk jasje. Ik hou echt heel veel van jasjes. En dit is niet echt een spijkerstof, maar ook weer wel. En ja, de kleur bordeauxrood vind ik superleuk. Hij staat leuk, hij zit lekker. En dit is persoonlijk ook een van mijn favoriete items. Deze hangt ook in mijn kast en doe ik vaak aan. Dus deze kant van de kast hebben jullie nu gezien met mijn favoriete items. Ik hou persoonlijk echt te veel van kleding, ben ik eigenlijk achtergekomen. Want mijn kast begint steeds voller te raken. En ik probeer dingen wel door te verkopen of weg te doen, maar toch ben ik daar moeilijk in. Want ik ben echt heel moeilijk in afscheid nemen van kledingstukken. Ja. Oh ja, en wat ik ook zoveel mooier vind maken aan mijn kledingkast is dat ik overal dezelfde kleerhanger heb hangen. Namelijk een lichtroze kleerhanger met een gouden haak als het ware. En die heb ik hier dus overal hangen, wat echt een superleuk effect geeft. Dan zijn we aangekomen aan de andere kant van mijn kast. Op de bovenste plank heb ik vooral pyjama's liggen. En dat zijn eigenlijk gewoon joggingsbroeken, trainingsbroeken, leggings, oversized shirts en mijn kersttruien liggen hier allemaal. Een voorbeeld van een oversized t-shirt is dit shirt. En dit shirt is van Snelle van zijn 24/7 tour. Daar ben ik naartoe geweest, vond ik super vet. En daar heb ik dit shirt gekocht en dit vind ik prima om in te slapen. Zoals je hier kan zien, zie je alle plaatsen waar die is geweest. En dit is trouwens wel echt mijn favoriete shirt om in te slapen. Super chill zit hij. En ik had hem toen in een maatje M gekocht.
Dus hij is oversized, want hij valt best wel groot. In deze kast heb ik ook mijn bucket hats liggen. En deze kennen jullie misschien nog wel van de vorige video's. Ik heb misschien een kleine verslaving aan bucket hats. Dit blijven toch wel mijn twee favoriete bucket hats. Deze, omdat deze uit Bolivia komt, wat gewoon echt super vet is. En dit is mijn andere favoriete bucket hat. Deze is gewoon super schattig met die aardbei erop. En het is een mooi kleurtje. En hij zit lekker. Dus deze zijn echt mijn favoriet. Die doe ik weer mooi de kast in. In mijn kast heb ik ook nog een Carhartt wipmuts liggen. Eigenlijk heb ik deze al best wel lang, maar ik doe hem eigenlijk amper aan. Ik moet hem eigenlijk wel vaker aandoen, maar ik vind het eigenlijk gewoon te warm in Nederland om echt een muts te dragen. En op skivakantie heb ik hem wel gedragen. Dan heb je deze plank en zoals je al kan zien is dit eigenlijk gewoon een sportplank. Dit is eigenlijk gewoon gemaakt voor mijn voetbalkleding. Heel veel thermo kleding hierachter. Hier liggen korte broeken en hier liggen voetbalt-shirts. Jullie hebben misschien al mijn voetbalt-shirts al wel voorbij zien komen in de hardloopvideo. Maar mijn favoriete voetbalshirt is denk ik dit shirt van Ajax. Dit komt gewoon omdat dit mijn nieuwste shirt is dat ik gekocht heb. Het is het trainingsshirt van dit seizoen. En Ajax is gewoon een mooie club. Oké, dan komen we aan bij de truien. En mijn truien liggen hier. En ik heb er twee stapels van. Ik heb echt te veel truien. Maar het komt eigenlijk gewoon omdat ik er veel gesponsord had gekregen van Chiquel. Maar mijn favoriete trui is deze trui. En deze trui heb ik gewoon bij ons in het dorp gekocht. En ik vind deze trui gewoon zo leuk omdat hij wit met groen gestreept is. Wat echt een super schattig effect is. En hij zit zo lekker en hij is zo lekker zacht dat... En deze trui die zit gewoon echt perfect. Hij is super leuk. Dus dit is echt één van mijn favoriete truien. Deze trui heb ik destijds van Chiquel gekregen. Verder geen sponsoring of zo. Maar deze trui zit gewoon super lekker. En ik vind de kleur ook echt heel mooi. Dus en hij is heel zacht. En ik hou gewoon van zachte truien. Hij is met alles te combineren. En dat vind ik ook heel chill aan deze trui. Dan mijn t-shirts. Zoals je hier kunt zien heb ik een goede stapel van mijn t-shirts. En ik heb er best wel veel. Er zitten er nu zelfs nog in de was. Misschien heb ik te veel t-shirts, maar ik doe er heel veel ook niet meer aan. Maar mijn favoriete t-shirt is denk ik toch wel dit t-shirt op dit moment. En dat is het t-shirt van de Costes. Er staat echt een super mooie luiaard op een panter. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Maar het is gewoon een mooi kleurtje. En ik vind deze kleurencombinatie echt super mooi. Dus dit t-shirt vind ik echt heel leuk. Een ander heel leuk t-shirt is dit paarse shirt. Met een groen Ralph Lauren logo. Het is een heel basic shirt, maar toch is hij super leuk. Ik hou persoonlijk echt van kleur. En dat zie je ook terug in dit shirt. En daarom vind ik hem ook heel leuk om te dragen. En hij was echt maar 25 euro toen ik hem kocht. Dus dat is ook echt super goedkoop. En trouwens, wat echt de voordeel is aan deze video, is dat ik mijn kledingkast een keer heb opgeruimd. Zoals je hier kan zien, hij ziet er super netjes uit. Wat ik persoonlijk wel fijn vind. Dan komen we bij de onderstukken en die liggen hier. Hier liggen mijn broeken en ik heb eigenlijk ook te veel broeken. Maar heel veel ervan doe ik niet aan en een paar zijn er eigenlijk te klein. Maar boven, het is wel toevallig dat ik al mijn favoriete items bovenop heb gelegd tijdens het opruimen. Maar mijn favoriete broek blijft deze broek. En deze hebben jullie vast al een keer eerder gezien in de video. Dit is gewoon een lichtblauwe mom jeans. Wat echt super leuk is. En ik ben gewoon echt dol op mom jeans. Dus ik zou er ook niet zonder kunnen. En deze broek heb ik ooit gekocht bij de Sting, als ik het goed zeg. En ja, ik doe hem echt super veel aan. En hij is gewoon super chill. En de broek die ik nu aan heb is ook een van mijn favoriete broeken. En dat is ook een mom jeans van de Sting. Dus de broeken van de Sting zijn sowieso wel heel fijn. Dan heb ik hier korte broeken liggen. Dat vind ik nooit zo mooi om te laten zien. Want ik hou er eigenlijk ook niet van. Maar ik heb ze wel. En rokjes. En mijn favoriete rokje op dit moment is dit rokje. En dit rokje heb ik ook deze maand gekocht. Dus dat ga ik ook nog niet weggeven waar ik deze gekocht heb. Maar dit is echt een superleuk rokje die op superveel dingen te combineren is. En de rest daarvan zie je in de april shoplog. Die komt over een halve maand waarschijnlijk ook weer een keer online. En dit is gewoon een superleuk rokje. En mijn laatste favoriete kledingitem is deze rok van de Sting. Ik vind het gewoon een superleuk fris patroontje. En hij is met best wel veel leuke dingen te combineren. Deze is ook van Anti Blue van de Sting.
Dus die wilde ik ook even laten zien. En daarmee heb ik eigenlijk heel mijn kledingkast laten zien. Ik heb heel mijn kledingkast laten zien en dat vond ik heel leuk om te doen. Ik hoop dat jullie ook van deze video hebben genoten. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je gewoon de volgende video weer. Blijf vooral gezond. Doei doei!